Tijmen Eysing, vlak voor de start van de wedstrijd. Hij is favoriet, al is de baan niet echt op zijn hand vandaag. Nee, het is inderdaad geen hardrijparcours waar de sterkste wint. Het is gecontroleerd hardrijden. En zorg dat jij geen fouten maakt en de rest wel. Dat parcours, jij hebt het parcours verkend. Hoe ligt het erbij? Ja, keihard denk ik, en glad. Ja, een paar weken terug heb ik het verkend en toen was het aardig mul en was het redelijk zwaar. En nu is het nog steeds wel redelijk mul, maar wel wat sneller en wat harder. Dus het is gewoon oppassen in de bochten. Wie moet je in de gaten houden? Zijn het toch de bekenden, Van der Haar en Van Kessel? Ik denk Van der Haar in eerste instantie, ja. En daarna komt een heel groep jongens met Van Kessel en Teunissen. Dus het is in eerste instantie opletten dat je zelf niet gaat en dan opletten op de concurrentie. Kort voor de start. Gert-Jan Bosman uit Emmen doet zijn jasje uit. Tijmen Eysing kucht nog wat en dan gaan we de concurrenten bij langs. Hier Lars van der Haar, vorig jaar derde op het NK. En dit is Van Kessel, Corné Van Kessel. De laatste weken goed in vorm en een geduchte tegenstander voor Tijmen Eysing. En dan gaat het hele pak weg. 57 deelnemers in totaal, waaronder dus drie Drenten. Tijmen Eysing, Gert-Jan Bosman en ook Elmar Reinders. En alle drie komen ze uit Emmen. En halverwege de eerste ronde zien we de twee Kemphanen al een afstand nemen. Lars van der Haar en Tijmen Eysing. En daarachter zien we al een groot gat. En hier pas de concurrenten. Met onder andere Gert-Jan Bosman daarbij. Dan naar het zware gedeelte van het parcours. De Nootjesberg. Kom op. En u hoort Allard Ingels, de coach van Tijmen Eysing. Want Eysing is los. En Van der Haar kraakt. Eysing is sterk. Bewijst dat ook op het mulle gedeelte, wat het toch wel is. Al heeft hij hier de voorsprong weer verloren, omdat hij een valpartij heeft ondergaan in de tweede ronde. Maar hier laat Eysing zien dat hij sterk is. Hij heeft meer power. Van der Haar moet dan even passen. Van der Haar is sterk in het loopgedeelte, bewijst dat hier. Korte tred en zo is hij weer in het wiel van Tijmen Eysing. Het is duidelijk, zij maken het gevecht in Huibergen. En daarachter de concurrenten, wie zien we daarbij? Onder andere met nummer 32 in het lichtblauw is het in ieder geval Jelle Luchten. Hier komt Van der Poel, David van der Poel, zoon van inderdaad, van Adrie van der Poel. En hier zien we Gert-Jan Bosman, hij zit er nog altijd keurig bij. En in het laatste wiel is het Corné van Kessel, die we toch wel meer hadden verwacht in de voorste gelederen. Een prachtig parcours overigens in Huibergen, over zo'n 3,2 kilometer. En dan in de derde ronde zien we opeens Van der Haar alleen aan de leiding gaan. En dan is het wachten op Eysing. En die volgt pas op zo'n 10 seconden. Dan is er waarschijnlijk iets gebeurd met de Drent. Daarachter de groep. Die vecht voor de derde plaats met Van der Poel onder andere. En nog altijd Gert-Jan Bosman daarbij en ook Michiel van der Heijden en Corné van Kessel. Van der Haar gaat hier een achterblijver inhalen en heeft flinke tempo erin. En waar blijft Eysing? Die lijkt het op te geven, want bij hem is de snitter een beetje uit. Voorzichtig sturend. De man die eigenlijk alles won dit seizoen, zowel in de wereldbeker als in de superprestige. Maar nu dus zijn meerdere lijkt te moeten erkennen in zijn teamgenoot. We zitten dan al in de laatste ronde. Van der Haar en Eysing zijn inmiddels al gepasseerd. En dan het gevecht om de derde plaats met David van der Poel aan de leiding. Daarachter Bosman, de Drent. En op de derde plaats is het Michiel van der Heijden. Zij strijden dus om het brons en de laatste WK-ticket. Maar dat is allemaal ver achter deze man, Lars van der Haar. Vorig jaar was hij derde. Maar nu verslaat hij zijn grote concurrent en teamgenoot, Tijmen Eysing. En die komt hier over de finish. Slaat even op zijn stuur, want hij baalt. Maar wat was nou het probleem met hem? Maar daarover straks meer, want hier komt de nummer 3 van de Poel. Michiel van der Heijden wordt vierde. En heel knap op de vijfde plaats, Gert-Jan Bosman, eerstejaars junior uit Emmen. En dat is eigenlijk boven verwachting. Ja, wat is boven verwachting? Ik ben eerstejaars junior en vijfde op een NK is toch mooi om te worden. Ja, ben je dan helemaal content of had er meer in gezeten? Ja, je weet het nooit, want dit is gewoon het beste wat ik er vandaag uit kan halen. Misschien een andere dag beter, maar vandaag staat dit er gewoon in. Dan de balende Tijmen Eysing. Wat was zijn probleem nu?
En hier is het antwoord. Een lekke band. Ja, twee rondjes voor tijd, of iets meer dan twee ronden voor tijd rijd ik lek. En ja, dan is het gebeurd. Waar gebeurde het? Ja, vlak langs de, naast de, of, toen ik net langs de post was. Dus eigenlijk heb ik gewoon een halve ronde op een lekke band rond moeten rijden. En ja, dan is het echt gewoon gebeurd. Want het begin was goed, hè? In de eerste ronde volgens mij, of zeker de tweede ronde, al een voorsprong van ongeveer 10, 15 seconden. Ja, klopt. Op de Tieltjesberg reed ik weg en ik maak daarna een domme technische fout waardoor Lars terugkomt. Maar ik wist dat ik de volgende ronde hetzelfde moest doen om hem weer te lossen. Alleen ja, er kwam gewoon geen volgende ronde. Had je vandaag eigenlijk stiekem gehoopt, omdat je bij de beste drie je had kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap? Had je daar stiekem een beetje hoop op? Ja, dat was eigenlijk wel mijn doel om naar het WK te gaan. Maar ja, ze zeiden van er mogen 5-1 omdat hij in Nederland is natuurlijk. Dus misschien ook nog geluk. Ja, precies. Want hoe gaat het nu? De eerste drie zijn rechtstreeks geplaatst. Hoe zit het voor jou? Heb je nog kans? Ja, zoals ik net hoorde van mijn coach, was het bespreekgevallen. Dus ja, misschien staat er in die mail Gert-Jan Bosman naar het WK. Dus dat zullen we zien. Spannend weekje. Ah, dat zeker, dat zeker.